Hoi meisje, dit is Relax 80NL vlog nummer 52. Ik sta nabij de Frederik Hendriklaan in de wijk Overdie in Alkmaar. Nabij wat mijn moeder vroeger altijd noemde, de dinsdagmarkt. We zullen er wel meer dat zo noemen, want hij is altijd op dinsdag. Toen mijn moeder nog leefde en mijn opa ook nog, toen ging ze hier altijd van alles halen voor mijn opa. Mijn opa was op dat moment al dik in de 80. Ja, mijn moeder is helaas in 2010 al verleden. Ze werd helaas maar 63. En tot september dat jaar kwam ze hier nog altijd. Ja, de laatste keer dat ze hier is geweest, dat was 14 september 2010. Ja, en dan zoveel jaar later sta ik hier. Want ik bezorg nu de post hier vlakbij. En de retailer waar ik dan altijd pakketjes moet heen brengen die niet bezorgd kunnen worden, die zit hier ook vlakbij. En dan kom ik hier dus nabij die markt. Ja. En normaal kom ik hier natuurlijk nooit zoveel. En dan moet ik eigenlijk meteen weer aan die keren denken dat mijn moeder hier was. Ja. En als ik dan zo kijk, ik zou er bijna nog zo tegen kunnen komen. Ja, dat kan natuurlijk niet meer. Het is natuurlijk inmiddels al 8 jaar geleden. Maar als je dan hier zo staat, dan komt het toch weer even dichtbij. Ja. Mijn moeder kon hier verschillende, marktmensen. En ze kon haar ook. Ja. Op een net kon mijn opa dat niet meer zelf, want daarvoor ging hij zelf ook altijd naar deze markt. Ja, dus mijn familie is hier veel geweest. Ja, leuke tijd. Maar ja, het is altijd zo in het leven. Tijden komen, tijden gaan. Ja, en nu loop ik hier natuurlijk de post. Ja, destijds liep ik nog post in de buurt waar ik woonde. Dat was de postcodegebied 1817 in Alkmaar. Ja. Ik loop nu post in postcodegebied 1813. Nou ja, niet het hele gebied, een bepaald stuk daarvan natuurlijk. Want bij PostNL werken ze wat anders dan vroeger met Business Post waar ik toen voor werkte. Ik was toen natuurlijk voor Business Post aan het werk. Ja, ik ga nou weer even verder. Ja, ik heb mijn moeder hier nooit meer tegengekomen, mijn opa ook niet. Die woonde hier vlakbij. En ik ga weer even richting het bedrijf. Ja, en dan moet ik daarna op naar mijn middagwijk. En dat is natuurlijk in Sint-Pancras. Ja, ik rijd nu over de stoep. Mag eigenlijk niet, maar ja, er zijn zoveel postbodes die wel eens over de stoep rijden. Daar ben ik geen uitzondering in. Ja, dat zei ik al. Mijn opa die woont hier natuurlijk vlakbij, op de Bleekerskade. Ja, die woonde altijd heel erg mooi, die man daar aan het water. Daar woonde hij eigenlijk al een behoorlijke tijd. Hij heeft trouwens tot zijn laatste levensdag in zijn eigen huis gewoond. Nooit in een bejaardenhuis gezeten. Ja, zat er wel aan de overkant. Er was misschien destijds nog wel sprake van dat hij daar naartoe zou gaan. Maar dat is nooit gebeurd, nee. Zover is het niet meer gekomen. Maar hij heeft wel een respectabele leeftijd gehaald. Ja. Ja, en dat was Niro. Hier zit al, die bejaardenwoning aan de overkant. Dit was natuurlijk vroeger het Elisabeth ziekenhuis. Ja, al heel lang geleden. Dat was het al jaren daarvoor niet meer. Ook dat hier de andere bebouwing nog stond niet. Ik zou gewoon even langs deze kant. Ja, ik ben toch langs die retailer geweest. Ik heb net zo goed even een beetje een toeristische route terugpakken naar het bedrijf. Ik moet om 1 uur in Sint-Pancras beginnen. Nou, ik ben ruim op tijd en er is niet bijzonder veel, dus kan allemaal. Hier allemaal tussen haakjes nieuwbouw staat er ook alweer een tijdje. En hier nog een stukje oudbouw van het Elisabeth ziekenhuis. De oude kapel. Ja, het Elisabeth ziekenhuis, daar heb ik nog in gelegen in 1983. En toen woonden mijn opa en oma hier aan de overkant. En het was januari 1983. En het was behoorlijk koud, het vroor. En als ze bij mij op visite kwamen, staken ze hier rode vaart over. Er lag ijs in 1983. Ja. Dus ze waren er eigenlijk heel snel altijd. Ja, het was altijd heel makkelijk voor ze. Ze waren zo weer thuis. Ja. Hier was destijds nog een hogere school. Ik geloof dat het nog wel een school is. Maar hier was het altijd best wel behoorlijk druk. Ja, gezien de rust die ik nu hier zie, is het toch wel wat anders. Ja. Ik heb hier vlakbij natuurlijk vorig jaar nog een keer een video gemaakt. Ja. Dat was hier in het Emma-kwartier. Ja, had ik een video gemaakt van hoe het zou zijn geweest als ik dan hier zou zijn opgegroeid. Want ooit in
1970. Mijn vader en moeder hadden de keuze uit twee woningen. En het is de woning in de Bergerhof geworden in de Pinksterbloemstraat. En die andere woning, dat was in deze straat. Deze video die heb ik wellicht al een keer gemaakt. Ik heb dit natuurlijk al een keer verteld. Maar ja, ik rijd er nu langs, dus ik denk, wow, waarom even niet? Het is toch een toeristische route aan het rijden ben. Ja, dit is de Steinstraat. En het huis wat ze toen konden kopen, dat was nummer 7. Een mooie woning. Ja, dan zie je verderop met het balkonnetje. Eigenlijk een van, ik wou bijna zeggen hij is te koop, maar nee, dat is het huis ernaast. Steinstraat 7. Daar had ik ook in mijn jeugd kunnen wonen als ze dat huis gekocht zouden hebben. Ging niet door, het werd de Bergerhof. Nou, daar heb ik zeker weten ook een te gekke jeugd gehad. Ja, zeker weten. Ga ik nog op terugblikken, die jeugd. Ik heb er natuurlijk zoveel gave dingen mee gemaakt. Ja, dat is nog wel eens leuk om nog eens op terug te gaan blikken. Ja, voordat er uiteindelijk andere tijden in mijn leven aankomen. Dat bedoel ik niet negatief, hè? Positief. Nee, dat zijn trouwplannen en zo. Ja, ik ben heel lang vrijgezel geweest. Ik ben heel lang een soort jongen van de straat geweest. Eigenlijk nog, ik ben de postbode. Maar ja, er komen dus andere tijden dan. En voor die tijd wil ik gewoon die oude tijd nog eens een keertje weergeven. Ga ik doen. Nou, ik ga hier zometeen het centrum in. Ah, ik ben aan de film en ik word ook gefilmd. Dat is des te mooier, want daar kunnen ze er niks van zeggen ook. Ja, hier is het weer afgesloten. Het is weer echt Alkmaar, hè? Het zal eens een keer niet afgesloten zijn ergens in hier. Het is altijd wel ergens afgesloten hier in Alkmaar. Ja. Nou, hier zo meteen de stad in. Ja. De welbekende Zilverstraat. Hier zat vroeger een fietsenwinkel, Rob Minus. Ja, er zit nog wel een fietsenwinkel, alleen dat is geen Rob Minus meer. Begin jaren 80 kwam hier mijn eerste crossfiets vandaan. Ja. Kochten we hier ook. Dat is ongeveer 1982 geweest. En hier zijn ze ook weer bezig. Ze zijn overal bezig. Ga ik lekker deze kant op. De Oude Gracht. Ook een gebied waar ik heel vaak geweest ben. Zowel in de gracht als op beide walkanten. Ja. Mooie statige woningen. Ja, is toch wel even leuk weer eventjes zo'n rondje door het centrum van de stad waar ik niet meer woon. Maar het blijft leuk om doorheen te rijden. Ah, er is een politie aan de overkant. Ik heb een telefoon op handen hoor. Mag niet. Verboden. Ja. Ja, dit schijnt niet te mogen en zo. En als postbode natuurlijk al helemaal niet. Zelfs als ze straks nog achter me aankomen, nou, dan merken we het vanzelf wel goed. Ja, ze rijden nou aan de overkant. Ik rij wel in de goede richting overigens trouwens. Maar ja, dat geldt voor de fiets toch niet, hè, dat eindrichtingsverkeer. Hier zat jaren mijn huisarts. Ja, mijn eerste huisarts in mijn leven, die zat in een mooi pand hoor hier al. Ja, zeker weten. Zit er niet meer. Maar die had een prachtig pand hoor, die man. Het is wel de huisarts geweest met het mooiste pand. Later hadden die vervolghuisarts die je kreeg, die had een ander pand. Vlakbij het ziekenhuis in Alkmaar. Dat is ook mooi, maar dit was de mooiste. Dit was echt de huisarts. Die in het mooiste pand zat. Even kijken, waar gaan we heen? Tegen de richting in rijden? Ja. Nou, we gaan niet tegen de richting in rijden. Dat mag met de fiets ook niet. Oh, raar. Ik dacht dat we met de fiets wel mochten. Maar ook niet meer dus. Ja joh, je moet hier goed blijven opletten, want dan blijft hij veranderen. Over 10 jaar mag hier helemaal niks meer. De Heul. Ooit heel lang geleden een gracht. Ja. Toen heette die ook al de Heul. De Heulgracht. Allemaal typische jaren 80 woningen. Ja, als je weet wat hier allemaal ooit gestaan heeft voor mooie bouw. En als je dan dit ziet, dan denk je van. Tjoe, jongen. Ja. Maar ja, goed. Tijden veranderen is eigenlijk al wel eens. Allemaal paaltjes. Er zeiden nog wel eens mensen van, ze kennen de Alkmaar wel paaltjesstad gaan noemen. Ja. Ik zei eigenlijk van, ik ben niet echt meer zo van de bekende gebouwen filmen in Alkmaar, zoals de Waagtoren. En deze natuurlijk, maar ja, dit keer toch maar even wel. De Grote Kerk. Ja.
Normaal is het niet echt mijn ding. Ik kom meer in verlaten panden dan bij dit soort gebouwen. Hier was vroeger een rotonde, dat was een stuk makkelijker. Ja, tijden veranderen. Nou, hier was ik laatst natuurlijk ook al in de buurt. Ja, voor een andere video. Toen was ik hier aan de andere kant van dit gebouw, waar vroeger het zwembad stond. Het postkantoor van vroeger. Ja, daar heeft mijn moeder ooit nog op de sorteerafdeling gewerkt. In een heel ver verleden, jaren 70. Ja. Dus die heeft ook nog een beetje het soort werk gedaan wat ik nou ook een beetje aan het doen. En ik heb ook nog wel eens wat sorteerwerk gedaan. En hier rijden we weer achter de vest. Allemaal zo bekend terrein, al van heel lang geleden. Een sportwagen. Maar ze zijn wel handig die kantetjes. Je mag zoveel neerzetten en ook nog voor niks. Ze zijn alleen niet mooi, maar ja, je kan niet alles hebben. Dit vertelde ik ook al, hier heb ik wel eens gewerkt hier al ergens achter de muur. Ja. Die werkmaars die zat hier al ergens, achter die ramen. Ja, je kon er ook toen al niet goed naar buiten kijken. En hier is het natuurlijk ook weer afgesloten. Hier zijn ze ook weer bezig. Ja, hier zat natuurlijk discotheek Extase. En die is gesloten, daar gaan ze nou huizen bouwen. Nee, het is me een beetje krap. Pak de andere kant al even. Hup, keer we gewoon weer om. Zo doen we dat. Hey, de stadsmuur. Nou ja, een hele moderne variant ervan. Maar het origineel dat heb ik ook ongeveer op deze plek gestaan, geloof ik. Nou, dan pop maar even langs die plek waar ik hier vroeger achter die raampjes werkte. Volgens mij zit er nog een werkplaats, als je ziet wat er allemaal staat. Altijd druk in de stad, je komt van alles hier tegen. Hier heeft vroeger Everardus de Witte School gezeten. Dat is ook lang geleden. Hier ook weer een pand, ik heb er ook de voorganger nog van gekend. Ik heb nog gezien dat ze het gingen slopen. Nou, ik had het net over waar mijn moeder vroeger kwam. Hier kwam mijn moeder ook altijd veel. Alleen toen heette het nog geen Jumbo. Ja, dat was ook, nou ja, tot september 2010. Ze ging hier altijd de boodschap halen voor onszelf. Ja, waar ik de vlog begon, dat was natuurlijk waar ze altijd kwam voor opa. En dit straatje, dat bestond nog niet, er was hier geen doorgang. Nee. Ja, en je komt altijd natuurlijk langs locaties die zo bekend zijn. Ja, de parkeergarage. Ja. Het stadskantoor, waar de romp van de Titanic volgens mij een beetje de inspiratie voor geleverd heeft. Ja. En hier aan de overkant, waar die boot ligt, daar heb ik ook nog gelegen. Ja, ik heb natuurlijk ook nog jaren een boot gehad. Dat ook. Vrachtwagen. Even een bruggetje op. Ja, ik heb toch nog even tijd op mijn volgende wijk. Ja. Want ja, die post is er niet voor 1 uur daar in Sint-Plankgas. Dus ga ik even de steiger op. Wel ja, waarom niet? Zo. De haven, zoals ik het altijd noemde. Bekend gebied van mij. Is heel gelopen. Alleen niet over deze planken. Nee, we lagen toen ja, een beetje verrotte planken, om zo maar even te zeggen. Ze hebben wel aardig wat vervangingen trouwens. Betere bolders. Even kijken, welk vak lag ik ook alweer? Ik heb dat nog heel lang kunnen zien aan de palen, want een touw van mij heb ik nog heel lang gehangen. Even kijken. Ja, en ik ga je het heel mooi vertellen. Hier was het. En mijn oude touw, die hangt er nog. Ja, dat is hem. Je houdt het nog lang uit. Maar dat is hem dus. Hier lag ik met de boot. En dit was toen mijn uitzicht. Nou ja, nog niet deze gebouwen, maar wat er daarvoor stond. Ja, onder andere de brandweerkazerne natuurlijk. Ja. Ik heb er ook toch gelegen voordat het stadskantoor gebouwd werd. Ja, die werd pas later gebouwd na 2000. En ik lag er in 98 al hier ook. Alle bekenden uit die tijd zijn weg. Er ligt geen bekende boot meer hier van
mijn tijd. Ik heb mijn eigen boot die lag in 2010 verkocht. Ik heb twee boten gehad waarmee ik hier gelegen heb. Eerst een klein kruisertje met buitenboordmotor, later een wat grotere, stalen, met een inboord. Ja, en ik heb dit ook allemaal zien opbouwen. Nou ja, trouwens, als ik mijn hele leven natuurlijk terug ga kijken, heb ik alles hier zien opbouwen. Ik weet ook nog dat ze het politiebureau gingen bouwen in 85. Die is recent gerenoveerd. Hebben we ook nog gezien. Ja, heel veel gezien. Hier stond altijd een bankje. Nou, we staan nu daar voor het politiebureau. Zit je midden in de kijker. Nou, ik ga hem hier afsluiten. En ik ga zo meteen richting het werk. En ja, dan ga ik dat even afmaken. Het zal ook wel niet veel, want ik had vanochtend niet zoveel. Het was wel een piekdag. Maar ik vond het erg weinig voor een piekdag. Dus, ik sluit hem hier af, naar bij de haven. Ja, alsof ik bij mijn boot vandaan kom. En ik ga richting het bedrijf. En dan zit Pancras. En dan weer richting huis. Ja, dan is het weer mooi geweest. Dit was Relax 80NL vlog nummer 52. Deze keer even een ritje door het centrum van Alkmaar. Ja, voor mij zo verschrikkelijk bekend gebied. Ja, ik ken al die straten. Er is geen straat in Alkmaar waar ik nog niet gereden heb. Ja, misschien een nieuwe straat die net geopend is. Dat kan. Maar de hele rest? Allemaal. Dit was hem. Relax 80NL vlog 52. Laters.